Een spannende grote prijs met een prachtig barrageveld. Met naast mij Willem Greven voor het vakkundige commentaar. En jij tipt Johnny Pauls een beetje, Willem. Nou, Johnny heeft als eerste 3, 4, 5, 6, 7. En als hij een beetje in de gretigheid van de Merry Maker, dat hij een tijd neer kan zetten waar de anderen zich op stuk rijden, dan moeten die anderen risico nemen om hem te pakken, zeg maar. En daardoor kunnen weer fouten ontstaan. Nou, Wesselina laat in elk geval een uitstekende vorm zien. Hij neemt niet vol risico nou. Je kunt zien, die Merry is heel heet. Die heeft heel veel instelling. Die wil heel graag. Hij neemt niet alle risico. Want van de week nam hij te veel risico, toen ging het hem mis. Imponerende springmoyennes van Wesselina, de dochter van Cumano. Kijk, dit is wel te ruim genomen. Maar goed, hij is wel nul. Ik denk wel dat het sneller kan. Dat weet ik wel zeker. Alleen, ze moeten de balken wel laten liggen. Cédric Ango dan. De geroutineerde Fransman. Met Saxo de la Cour, zijn toppaard. Van Tlaloc, oftewel Dollar de la Pierre. 46, 95 honderdste seconde. Dat is de richttijd. Je kunt zien, hij heeft heel veel galop. En hij maakt van 2 naar 3 iets een knikje dat hij, zeg maar, op die 7 galop goed aan de gang kan blijven. Dat hij dus op die hindernis 2 of de tweede sprong ook goed voorwaarts kan blijven. Kijk, hij rijdt direct uit de wending verder. En hij is veel sneller. Geeft ook echt gas nu. Ja, hij is veel sneller. Het lijkt geen fout te kunnen maken. Kijk. Oh. Komt precies goed uit bij die wolk. Okser. 42,60 zeg. Dat is maar liefst 4 seconden sneller. Laura is Laura Rennick met Bintang 2. Gefokt door Edward Bleekman. Een van de meest winnende combinaties van 2016. Vandaag eerder al winnaar van het jachtparcours. 1,45. Dit is de moeilijkste die nou komt voor haar. Heeft ze geluk. Raakt de balk aan. Normaal gesproken moet die laatste twee hindernissen voor haar geen probleem zijn. En geef nu alles. Richting die laatste hindernis. Uit de wending. Ja. Vliegt er overheen. En wat een tijd. 40-91. Michael geeft met Whitney BB, de dochter van Nabab de Rijf en Malkalido. Nou, als jij gelijk hebt, Willem, dan voelt hij nu de pijn in zijn schouder niet meer. Maakt daar een fout op de okser en is dus gezien voor de overwinning in de Grols Grand Prix of Twente. Hij probeerde in de dubbel natuurlijk een klein beetje aan de rechterkant eruit te springen. Dat hij al een snellere lijn te pakken heeft naar de roelof, zo Okser. Ja, en dan komt hij met zijn voet tegen de standaard aan. Eerder wel de grote prijs van Eindhoven voor Michael Greven met Whitney BB. Maar deze grote prijs laat hij aan zich voorbij gaan. Ja, maar is toch even goed de topprestatie. Merry komt ook terug van een blessure. En is gewoon een geoliede machine. Die twee hebben al vele grote prijzen gewonnen. En oké, Michael baalt wel van die fout. Maar ik weet zeker dat hij toch met een goed gevoel naar huis gaat. En nu dan. De lokale held Ben Schreuder. Met Davino Q. De zoon van Fingino uit de moeder van Monaco, Glendale. Ja. Kunnen we zeggen dat hij op voorhand kansloos is tegen Laura Rennick met Bintang? Kijk, hij maakt hier 6 galopsprongen. Hij maakt de galopsprong minder. Hij weet dat de paard is in zijn hele motoriek, in alles, is hij een tik langzamer. In de lucht, in alles. Dus hij probeert dat te compenseren door van 1 en 2 galopsprong minder te maken. Die krijgt hij ook, die galopsprong. Alleen daarom dat hij zoveel voorwaartse go had, heeft hij de voorste balk van 3 eraf. En nou zou hij gewoon vlot naar huis rijden, want dan is deze kans is voorbij. Alleen, goed, Ben moet volgende week naar Valsterbo om ons land te vertegenwoordigen in de landenwedstrijd. Ja, zal dus Davino Q een fijn gevoel willen meegeven richting dat topconcours in Zweden. Ja, belangrijke wedstrijd voor Nederland. Voor de rest heel overtuigend, hoor.
Dan is het de beurt aan de routinier uit Zwitserland, die tijdelijk een half deel van het jaar in Amerika woont, Beat Mentley, met Deep Bacha. Veron mal in Doctro. En jij zei van tevoren, Willem, dat we hem niet helemaal moeten uitsluiten. Nee, Beat is een genie op een paard. Hij neemt nou niet volle risico. De eerste keer dat een paard wat zo'n grote prijs springt. Dus hij heeft ook, hij wil niet het laatste eruit halen. Maar Beat is echt een genie op het paard. Is een fenomenale ruiter. Maar je kunt zien dat hij hier haat nog niet het uiterste van afraagt. Paard laat geweldige springmoyennes zien. En gaat met nul naar de laatste hindernis. En kijk eens, wat een schitterende prestatie van Beat Mentley. Net iets sneller als Johnny Pals. Aan de leiding dus Laura Rennick met 40-91. Op de tweede plaats voorlopig Cédric Angot met Saxo de la Cour. En dan de derde plek voor Beat Mentley. Dit is Pieter Clemens met Horizon de Rigor. Maar is deze combinatie in staat om een gooi te doen naar die supersnelle tijd van Laura Rennick? Nee. Want de balk van hindernis 2 gaat al uit de lepels. Ik kon het paard niet helemaal verwerken, Willem. Nee, goed. Dat paard is van nature natuurlijk heel voorzichtig en een beetje langzaam. Dus Pieter wil hem toch motiveren om sneller te gaan. Dat resulteert in een fout. Ja, goed. Ik denk dat je beter een begin dan een fout kunt hebben, dat je alles geeft en je hebt de laatste of de ene laatste eraf. Kijk, nou rijdt hij ook gewoon vlot naar huis. Ja, hij rijdt naar huis om zijn een paard weer een goede ervaring mee te geven. Pakt nog wel de balk van de laatste mee. Doron Kuipers, dames en heren. U ziet hem hier in beeld met Charlie, de zoon van Kalido, van Ascari Contender. Is dat niet lastig in de barrage als een paard zo op zijn eigen manier springt? 2, 3, 4, 5, 6. Nou ja, hij is met die eigen manier ook in de barrage gekomen. Dus ja, het is zoals het is, maar hij... Kom, verder. Hij kan er goed mee omgaan. En nogmaals, hij probeert... Oh, dat is jammer. Motiveert hem misschien weer genoeg. Maar ieder paard springt op zijn eigen manier. En zijn manier is gewoon dat hij wat met het hoofd omhoog springt. Oh! Doron die kwam wat dicht. Tenminste, ik kwam hieruit. Maar hij kwam wat dicht. Wou hem wat ondersteunen met zijn been. Waardoor het paard een inschattingsfout maakte. Waar nou precies af te zetten. En zette hij dus een galopsprong te vroeg af. En wat je nou ziet, tekent ook weer het vakmanschap van Doron. Nou kan hij kiezen om de laatste okser nog te springen. Wat een best wel een brede okser is. Of hij springt over hindernis 1, wat een fijne stijlsprong is. Of hij nou die okser springt of die stijlsprong, hij wordt toch laatste in de barrage. Dus daarom kiest hij ervoor om het paard een beetje een fijne sprong, een makkelijke sprong te geven. Om het parcours af te sluiten. Dan nog met hangen en wurgen over die laatste okser te gaan. En dan gaat de bel voor de laatste keer in deze Grols Grand Prix of Twente. Nog één combinatie kan Laura Rennick van haar grote Mercedes afhouden. Eerder vandaag won ze al een kleine, een Smart. En nu staat ze op punt om een groter type te winnen. En deze Frank Schuttert gaat zijn best doen om dat te voorkomen met Giantis Champion. Dit zou wel echt een droom zijn als Frank nou als laatste de grote prijs kan winnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galopsprongen. Ja, dat begint niet heel ambitieus. Jawel, maar... Er zit meestal bij, zit er wel een plan achter, want zijn teamcollega Pieter begon op 6 en die kreeg een fout. Dan moet hij draaien. Dat is niet makkelijk met een hekkenmoor. Hij is niet sneller als Laura, denk ik hoor. Moet hij nou echt... Kom. Dit is wel snel. In volle vaart wordt het laatste deel van de barrage gereden. Nee, dat haalt hij niet.
Luide aanmoedigingen vanaf de tribune. Foutloos is zeker het resultaat. En de tijd 44. Derde plek. 1900ste seconde. Op het podium. Prachtige prestatie van Frank Schutte. Maar de overwinnaar, de winnares, heet Laura Rennick uit Groot-Brittannië. Ze pakt de tweede op een volgende overwinning. Dit keer met haar toppaard Bintang 2. De winnaar, Laura Rennick, Great Britain.